teksten van vrijdag 29 april 2022 zijn gehaald uit Zacharia 8 vers 17. Wees er niet op uit om de ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot mijn eed, want daar heb ik een afkeer van, spreekt de Heer. Wees er niet op uit om de ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot mijn eed, want daar heb ik een afkeer van, spreekt de Heer. Zacharia 8, vers 17. Het leerwoord is gehaald uit Efeze 4, vers 32. Wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Efeze 4. Hemelse Vader, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel voor die genegenheid die gij ons schenkt. Dank u wel dat wij op u mogen rekenen. We loven, we prijzen, we eren u voor wie u bent en wat u doet, o Vader. We danken u dat wij zo tot u mogen komen en mogen zeggen, we hebben een liefdevolle Heer en Heiland bij wie wij mogen schuilen, bij wie wij ons thuis mogen voelen. Mogen wij dat gevoel ook aan anderen geven, o Vader. En wij danken u dat u ons eraan herinnert dat we er niet op uit moeten zijn om anderen kwaad te doen en dat we ons niet moeten laten verleiden door wandaden, door oneerlijkheden, omdat u daar een afkeer van heeft, o Heer. Dank u dat u ons aanspoort om vriendelijk te zijn tegen elkaar, barmhartig, elkaar vergevend, zoals u ons in Jezus Christus vergeving geschonken hebt. Daar willen we u voor danken, Heer, omdat wij niemand anders hebben die dat zal doen. En omdat wij daardoor eraan herinnerd worden dat wij een hoop hebben, dat wij kansen hebben in u, omdat u ons vergeeft. Zo komen we aan uw voeten zitten, o Vader, om te drinken uit de woorden die u ons vandaag wilt zeggen. Maar ook om rust te vinden, om stil te worden en die zekerheid van u te ontvangen, die kracht van uw geest om deze dag in te gaan, om deze dag anderen aan te sporen, te bemoedigen, zoals u dat met ons doet, om u bekend te maken in de wereld. Hemelse Vader, wij komen met onze families, met onze vrienden, met iedereen die we kennen of die wij niet kennen. Maar Heer, zij die welke gezondheidstoestand dan ook hebben, zij die emotioneel niet goed in elkaar zitten, zij die geestelijk in de war zijn, zij die ouderdomskwalen hebben, o Heer, allemaal brengen we voor uw troon van genade, ook de kinderen. Vader, neem ons allemaal aan. Help ons om vandaag een nieuw begin te maken dat verschil zal uitmaken in deze wereld die zo boos en die zo koud is. Bij u vinden we warmte. Bij u mogen we schuilen. Geef dat wij vandaag, o Vader, eraan herinnerd mogen worden dat wij met u meer dan overwinnaars zijn, wat er ook op ons pad komt, omdat de Heere Jezus ons die kans geschonken heeft, omdat de Heere Jezus met ons gaat, met ons staat. Wij zijn niet alleen, wij zijn met u en wij gaan in uw sporen, geleid door u, met uw licht op ons pad. Dank u, Vader, voor dat voorrecht. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.